Binnenkort heeft u een afspraak voor uitwendige bestraling van uw prostaat. En u heeft erover vast enkele vragen. Zoals, wat komt er bij een uitwendige bestraling van de prostaat kijken? We leggen het u graag uit. Voorafgaand aan de bestraling heeft u op de polykliniek een afspraak met uw radiotherapeut om de behandeling met u door te nemen en eventuele vragen te bespreken. Sommige patiënten krijgen enkele goudmarkers in de prostaat ingebracht, voorafgaand aan de CT- en MRI-scan die bij u worden gemaakt. Deze scans vinden enkele dagen voor de bestraling plaats. Bij een CT-scan worden er tatoeagepuntjes op uw huid gezet. Deze worden gebruikt om u in de juiste positie neer te kunnen leggen voor iedere behandeling. Bij een MRI-scan worden er foto's van uw prostaat gemaakt om heel nauwkeurig het bestralingsgebied te bepalen. Op basis van de gemaakte scans wordt er een persoonlijk bestralingsplan voor u gemaakt, zodat de bestraling zo nauwkeurig mogelijk gericht wordt op de prostaatkanker. Daarbij wordt het omliggende weefsel zo min mogelijk belast. Op de eerste dag van uw bestraling meldt u zich bij de afdeling radiotherapie. Een laborant wijst u naar de kleedruimte en loopt daarna met u mee naar de bestralingsruimte. Daar zijn de laboranten die de bestraling gaan uitvoeren. Zij zorgen ervoor dat u in de juiste positie komt te liggen. Uw positie wordt gecontroleerd met een CT-scan die aan het toestel is gekoppeld. Als er goudmarkers zijn ingebracht, dan zal de bestraling aangepast worden aan de positie van de prostaat. Het is belangrijk dat u tijdens de bestraling rustig en stil blijft liggen. U bent in totaal ongeveer 10 minuten in de behandelruimte. U wordt hierbij goed in de gaten gehouden door de laboranten. De hele behandelperiode duurt enkele weken. U heeft dan ook regelmatig contact met uw radiotherapeut, die uw vragen kan beantwoorden en de bijwerkingen met u bespreekt. Veel voorkomende bijwerkingen kunnen darm- of plasklachten zijn. Soms treedt er later ook vermoeidheid op. Voor zover het gaat, kunt u zoveel mogelijk uw dagelijkse ritme aanhouden tijdens uw gehele behandeling. Als de behandeling klaar is, heeft u nog één of meer controleafspraken met uw radiotherapeut.